Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij de gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe 150cc Gold Run. In de vorige aflevering hebben we de Golden Dash Cup goud gehaald en nu gaan we voor de Lucky Cat Cup. En in de Lucky Cat Cup zit Tokyo Blur van Mario Kart Tour, Shroom Ridge van de Mario Kart op de DS, Sky Garden van de GBA, dat is sowieso super nice, want die is echt gewoon helemaal mooi opgepoetst. En Ninja Hideaway, laten we beginnen. Ninja Hideaway van Tour, die ken ik volgens mij niet, maar dan moet ik heel even eens kijken. Of is Ninja Hideaway helemaal een compleet nieuwe track? Dat kan hoor. Deze is in ieder geval van Tour, want deze ken ik. Ik heb een beetje het gevoel dat Ninja Hideaway gewoon een compleet nieuwe track is. Maar dat kunnen we straks wel even checken, als we zover zijn. Kom, dan gaan we hier naar rechts zo meteen als het goed is. Yep. Nou, wordt het weer net als vorige aflevering een alles op Milo geveegd? Oh, sniper? Ja, dat dacht ik al. Vuile bitch. Tom? Okay. Oh, nice. Ah, net wel geraakt. Hij ging net te veel ver naar rechts. Dat is jammer. The highway. Grappig, grappig. Oké, nice. Ja, dat dacht ik al, dat het niet helemaal goed ging. Kijk, nu ben ik toch blij dat ik dat rode schildje achter me had. En nog een banaan voor vlak voor de finish. Kijk, hotse vlot. Dat is een top eerste ronde, daar houden we van. Dan krijgen we nu een Mario Kart DS landje als het goed is. Shroom Ridge. Oh ja, ik ken deze zeker. Mario Kart DS natuurlijk veel gespeeld vroeger. Oh ja, als je dan een hele tijd zoals nu een hele tijd niet hebt gespeeld, dan moet je weer even denken van hoe zat het ook weer in elkaar heen. Ah, godverdomme. Het ging net zo lekker. Ik zat er echt lekker in. Zo. Ik heb zo'n Shroom Ridge aan het domineren. Come on, in. Lekker. Het gaat goed. Kijk, tunneltje, hotse vlot. Die bananen zijn super nice dat we die als schild kunnen gebruiken. Laatste ronde. Oké, dit is wat minder, want nu zijn we alle power-ups kwijt. Nu zijn we weer vulnerable. En we zijn als laatste degene die groot wordt.
miste de blokken. Kut, sorry. Nice. Oké. Okay. Bananenschild voor de laatste stukje van de laatste ronde. De zigzag. Nice. Top. Nou, dit was weer een nummer 1. We hebben het weer hartstikke goed gedaan. Gaan we nu naar de gloednieuwe baan. Nee, niet de gloednieuwe baan. Naar Sky Garden van de Game Boy Advance. Dus wel Mario Kart Advance, maar dus wel echt opgepimpt. Dus dat is wel echt vet. Normaal zijn dat allemaal van die hele vlakke banen, weet je wel. Ik weet niet of jullie ooit Mario Kart Advance hebben gezien. Maar daar kan het alleen maar beter van worden. Oké, dat is niet echt een route die ik liever nog een keer neem. Ik vind dit echt een vette baan, moet ik zeggen. Ook wel een leuk muziekje. Net het randje mee. Nice. Ik hoop ze hem geblokkeerd te hebben met mijn bom. Jezus, krijgen we dit soort onzin weer? Hier, geef me gauw iets om die bitch mee te nakken. Kijk, daar hou ik van. Hier. Oké, laatste ronde. We hebben iets van een schild, daar houden we van. Hopelijk dat hij voorlopig nog intact blijft. Want dat zien we natuurlijk altijd gebeuren dat hij al heel snel kapot gaat. Maar ik heb nog een extra schild erbij, dus de kansen zien er redelijk uit. Lekker bochtje, zo. Kijk, dan zijn we er al. Zo, wat een plot. Weer eerste. Dan gaan we nu naar Ninja Highway. En dan gaan we even kijken of dat nou een tourbaan is of dat een gloednieuwe baan is. Ja, Ninja Highway is een gloednieuwe baan. Oh, dat wist ik helemaal niet, dat ze er echt gloednieuwe banen in gingen doen. Dat is echt vet. Oké, okay, vet, vet. What the fuck is dit voor een baan? Oh, hier, hoi. Wel een hele vette baan, moet ik zeggen. Oh, nu gaan we zo. Wat? Deze baan, oh, yo. Oh, we blijven onderin, oké. Haha, yo, deze baan. Dit is fucking vet. Ik moet echt even zoeken waar ik naartoe moet, hoor. Gaat niet goed, ik sta derde. Oké. Nu tweede. Kijk, een blauw schildje heeft die vuile Donkey Kong eventjes kapot gemaakt.
Oké. Laatste ronde. Met een schildje achterop. Ik moet heel erg goed op letten waar ik naartoe moet, omdat het dus compleet nieuw is. Wat vet. Wat vet. Het is echt een leuke verrassing. Over de daken heen. Ik hoop dat ik het net zou halen. Oh, wordt wel ver naar voren geteleport. Nice. Nice. Gewoon 3 sterren. In de eerste keer dat we de Lucky Cat Cup doen. Heet hij die zo? Lucky Cat? Volgens mij wel. We hebben de beker van de Lucky Cat Cup gehaald. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zit je heel graag weer bij de volgende aflevering. Dat zal over een hele tijd zijn als de nieuwe banen weer komen. Maar dan zie ik jullie dan vast weer. Adios, amigos.